uitgangspunt voor isotypische posters is de isotype beeldtaal die in de jaren 20 van de vorige eeuw is ontworpen. En die isotype beeldtaal, ja, dat is een rode draad door Utrecht Manifest en komt in verschillende tentoonstellingen van de Utrecht Manifest terug. Wij hebben aan drie kunstenaars, ontwerpers gevraagd om zich te laten inspireren door die isotype beeldtaal. En voor zes plekken in de stad Utrecht, waar zogenaamde muppies staan, dat zijn reclameborden, een nieuwe isotypische poster te ontwerpen. En daarnaast verschijnt bij het project een grafiekmap waarin de zes posters in gezeefdrukte vorm zitten. Ja, dit is de inkt wat we gaan mee drukken. Dit is op waterbasis. We drukken niet meer met solvent inkten in verband met milieu- en gezondheidsreden. Wat ik als eerste gedaan heb, is geprobeerd te bedenken van wat betekenen die tekens of die pictogrammen die gemaakt zijn. En wat ik interessant vond is dat die pictogrammen die zijn gemaakt met de bedoeling om een sociale functie te hebben, om mensen te helpen, om mensen wegwijs te maken in de wereld als het pictogrammen zijn die buiten gebruikt worden of als ze in een atlas gebruikt worden. Om mensen duidelijk te maken van naar de wereld leesbaar te maken eigenlijk. Mm-hmm. Maar wat het fascinerende is dat het een proces is wat eigenlijk helemaal gelijk loopt of parallel loopt aan het ontstaan van de massaproductie van goederen, van spullen en dergelijke. En dus ook eigenlijk met een soort van standaardisering van de wereld. En de pictogrammen zijn het sociale component, of eigenlijk het menselijke component, waar de massaproductie eigenlijk niet het menselijke component, de menselijke component is, maar veel meer de commerciële component is. Maar dat dat parallel gaat, of dat het hand in hand gaat, dat vond ik interessant. En voor beide systemen geldt eigenlijk zowel het sociale als het commerciële, dat het nodig is dat mensen eigenlijk in hokjes geplaatst worden of benoembaar worden. Of dat, dat het niet zozeer meer over het individu gaat, maar dat het gaat over een bepaalde groep mensen of mensen worden tekens. Daar komt het eigenlijk op neer. I can see a lot of life in you. I can see a lot of life in you. Yes, I can see a lot of life. De eerste die ik gemaakt heb is out of my head geweest. Ik dacht van op het moment dat je iemand een ander kapsel geeft, zo'n figuurtje een ander kapsel geeft, is het opeens niet meer een soort van statische figuur of grafisch iets. Het wordt, de persoon lijkt een karakter te krijgen. Daar ben ik ongeveer mee begonnen. En later ben ik gaan kijken van hoe kan ik door hele kleine veranderingen aan te brengen of door de persoon binnen het kader net op een andere plek neer te zetten, ze een karakter geven. En de mooiste vind ik misschien eigenlijk wel de laatste, die helemaal rechtsonder op het affiche staat. Daar heb ik feitelijk niet heel veel meer gedaan dan één been schuin zetten ten opzichte van de oorspronkelijke figuur. En door dat ene been schuin te zetten, ontstaat er een. Heb je het gevoel dat die persoon begint met dansen, of die zet in ieder geval een voet raar. En de persoon of de figuur krijgt, naar mijn idee, gelijk iets persoonlijks. Wat de figuren, zoals ze oorspronkelijk getekend zijn, eigenlijk niet hebben. En waar ze ook die functie niet hebben, uiteraard. Thank you.
ik zou het leuk vinden van als mensen er misschien heel even een ogenblik over nadenken. Ik wil helemaal niet belerend zijn. Ik wil het, in dat opzicht moet het ook een beetje een knipoog zijn naar wat mensen doen. Dus ik heb niet het is niet mijn bedoeling om mensen een slecht gevoel mee te geven of wat dan ook. En dat, volgens mij hebben de affiches ook helemaal niet die vorm. Maar het mag iets lichts hebben. Het mag even, als er een soort van klein moment van bewustzijn is bij mensen, dan denk ik dat ik tevreden ben over wat ik gedaan heb.